De wereld van groen is enorm in beweging. Meer dan ooit zijn groen, natuur en een gezonde, duurzame leefomgeving van belang. En tegelijk is er eigenlijk nog maar heel weinig bekend van de potentie van groen en wat je allemaal kunt doen als je in het groen gaat werken. Daarom nemen we je in een aantal talkshows mee in de wereld van groen. Welkom bij Praat Groen met me. Weet je, precies hier groeien onze werelden van groen. Zoals het gewas was in je grootvaders moestuin, zijn jouw goede ideeën en doen nu als water voor wortels. En is de maker van de duurzame toekomst veel meer dan een idealist met een schoffel. Tromgeroffel. Praat groen met me. Praat over vakmanschap en visie, over techniek, toekomst en talent. Praat over blijven pionieren, over ons groene testament. Over the sky is the limit, over back to the roots. Praat niet over wortels schieten, maar met liefde en expertise over wat er echt toe doet. Praat groen. Stedelijke vergroening is een oplossing voor veel grote vraagstukken van onze tijd. Het is goed tegen hittestress, het is goed tegen wateroverlast, je brengt biodiversiteit terug in de stad en het is goed voor je welzijn. Maar hoe doe je dat als stad? Praat vandaag over stromen en waterwegen. Over bomen in kades, gaten, zaden, vaarwater en onderwaterleven. En even goed over nesten, testen en de landschapsarchitecten van leefbaarheid in de stad. Over het terugbrengen naar hoe groen iets ooit was. Want hittestress, hoe cool is dat? Precies. Dus praat met plezier over hoe een rivier Breda straks omtovert tot meanderend park. Praat over de Green Keys van de Nieuwe Mark. Hier in Breda steken ze hun nek uit. Ze brengen de rivier, de markt, terug dwars door de stad. Maar ja, natuur laat zich niet dwingen. Hoe krijg je dat voor elkaar? We gaan met een aantal partijen praten die ons mee gaan nemen in de wereld van Green Keys. Dit is landschapsarchitect Harold van den Broek. Aan hem de taak om een groene visie te vertalen naar de realiteit. Harold, Green Keys. Wat is dat? Het is een heel groot onderzoeksproject om echt werkelijk groene kades in de stad te krijgen. Met een nieuwe rivier. Want jullie gaan de markt terug in de stad brengen. Ja, een lang gekoesterde wens eigenlijk van de stad. Dat het water weer gaat stromen door de stad. Dus vorige eeuw is het gedempt, het water. Het liep altijd al door de stad oorspronkelijk. Alleen door de opkomst van de auto en andere situaties zeg maar, in de omgeving is eigenlijk dat water gewoon niet meer nodig geweest. We hebben een jaar of 15 geleden de haven terug opengemaakt. Daar lag een parkeergarage in toen die gedempt werd, het water destijds. Dus dat is eigenlijk de eerste stap geweest om het water weer terug te brengen in de stad. En nu gaan we hem helemaal doortrekken. Eigenlijk ongeveer zoals hij oorspronkelijk ook gelopen heeft. Dus we gaan echt weer bevaarbaar water in de stad terugkrijgen. En daar ben jij als landschapsarchitect natuurlijk heel nauw bij betrokken. Wat doe je als landschapsarchitect? Ja, dat vragen wel meer mensen. Mijn vak bestaat er denk ik uit om te verbeelden wat eigenlijk die wens is. En bij elkaar te brengen van wat speelt er allemaal? Wat voor wensen, wat voor eisen zitten er aan vast aan zo'n project? En dan kijken van hoe kun je daar nou met al die eisen en wensen toch iets moois van maken. En wat voor beelden passen daar dan bij? Waarom wil je dat? Waarom wil je de natuur terug in de stad hebben? Ik denk dat het heel belangrijk is om de mensen in de stad, bezoekers, bewoners, meer in aanraking te laten komen met de natuur. En dat zorgt voor biodiversiteit, dat zorgt voor afwisseling, dat zorgt voor dat er gewoon beesten weer van zuid naar noord, langs het water en door het water, door de stad heen kunnen. Niet de stad als een barrière zien. Vanuit het ontwerp hebben we altijd gezegd, we willen kademuren maken die niet te stedig zijn. Want je ziet vaak in steden van die hele harde kademuren waar geen plantje op staat. En daar word je meestal niet zo heel vrolijk van. Wel oude kademuren die een beetje in verval zijn. Hè, waar bomen opeens uit een scheur groeien. Uitsteeksels waar misschien een meerkoet of zo op zit te broeden. Dat zijn eigenlijk de leuke plekken vaak van de oude kademuren. De leuke situaties. En dat bracht het team waar ik mee samengewerkt heb ontzettend veel inspiratie. Van nou, dat zouden we eigenlijk voor elkaar moeten kunnen krijgen. Dus we willen eigenlijk een kademuur nieuwe, maken. Oude kademuren. Ja, we willen niet een kademuur die er oud uitziet. Het is gewoon een moderne, nieuw project. We willen gewoon dat het moderne uitstraling heeft. Maar we willen wel dat de condities eigenlijk zo zijn dat het vanzelf kan gaan vergroenen.
blijft het nog? Dan is mee, hè. Dan heb je zo'n gemeente die bedenkt, we gaan dat doen. We gaan de markt terugbrengen in de stad. Ja, en dan, dan word jij erbij gehaald. En dan, wat doe jij dan? Dan ga ik eigenlijk bekijken van, ja, wat is nou die ruimte in de stad? Hoe wordt die gebruikt? Welke routes zijn er nu al? Komen er misschien nieuwe routes bij? Waar komen die bootjes vandaan? Waar moeten we dus rekening mee houden? Moet er gezwommen kunnen worden? Je probeert eigenlijk alle eisen en wensen op te halen. Ja. Vanuit de stad, bewoners, bezoekers. Die eigenlijk een soort spons als landschapsarchitect om op te halen wat er allemaal leeft in de stad. En ook kennis te vergaren van, ja, we kunnen wel dat water maken, maar komt dan die... Komen die vissen dan wel hier naartoe en hebben dan niet ergens barrières op te lossen? Waar moet je allemaal rekening mee houden? Maar je wil ook vooral het verhaal van deze plek vertellen. Ja. En dat is denk ik ook wel een soort culturele laag die eraan toegevoegd wordt. We hebben de natuur, maar we hebben ook de cultuur. Ja. Het is een oude plek in de stad waar vroeger het water gelopen heeft. Er zijn oude waterlopen die hierop uitkwamen. Doe je daar dan iets mee? Ga je dat zichtbaar maken, ja of nee? De oude stadsmuur liep hier langs van de middeleeuwse stad. Die is ook nog ondergronds aanwezig. Nou, gaan we die zichtbaar maken, ja of nee? Al dat soort aspecten, die spelen een rol eigenlijk in uiteindelijk ontwerpvoorstel. Ja, dus je moet niet alleen, je hebt niet alleen de groene kennis nodig om dat landschap te ontwerpen, nee. Maar je moet communiceren, je hebt historische kennis nodig. Ja. Je moet met onderzoekers aan de slag, dus je moet met heel veel verschillende partijen aan de slag. En eigenlijk weet je dan als landschapsarchitect, ben je geen specialist in de zin dat je enig specifiek onderdeel heel veel van weet. Eigenlijk weet je overal een beetje van. En je hebt eigenlijk vooral heel veel mensen nodig om je heen. Ja. Die al die specifieke eisen en wensen aandragen. En ik bak er een taart van, om het maar even simpel te zeggen. Ja, je bakt er een taart van. Green Keys, ja. De taart. Ja, ja, dat is hem inderdaad. Mooi. Ja. Mooi. Groen ondernemers weten als geen ander oplossingen te bedenken door groen toe te passen. Oplossingen die huidige en toekomstige uitdagingen het hoofd bieden. Er zijn immers veel nieuwe ideeën en visies als het gaat over stedelijke ontwikkeling. Die ideeën moeten natuurlijk wel vertaald worden naar de praktijk. Er moeten concrete groene oplossingen komen. De rol van groenmedewerkers is dus van belang vanaf het allereerste begin. En een goede samenwerking tussen alle verschillende partijen is essentieel. Ik heb zelf nog geen bootje gekocht. Maar ik denk dat ik zeker met een bootje hier doorheen ga varen als het straks gerealiseerd is. Dit is stadsecoloog Joost Barendrecht. Vanuit zijn rol weet hij als geen ander hoe nieuwe natuur en een stadscentrum samengaan. We hebben hier een proefopstelling staan waar we testen doen onder welke omstandigheden planten goed groeien op kademuren. Verschillende soorten stenen, verschillende soorten metselspecie, verschillende manieren van opbouw van een kademuur met elkaar vergelijken en kijken hoe plantjes daarop groeien, hoe de vochthuishouding is, dus de omstandigheden voor planten om daar te groeien. Deze proefopstelling die staat hier al 2 jaar, dus we hebben 2 keer zeg maar, alle seizoenen hebben we al doorgemaakt. Op zich is dat voor het project is dat voldoende, alleen we laten ze nog een tijdje staan gewoon om te kijken hoe het zich verder ontwikkelt. Het leuke is ook dat we aan 2 kanten van de kade hebben staan, dus deze staan veel in de zon en aan die kant staan ze veel in de schaduw, dus dat heeft ook weer andere omstandigheden. In die wanden zijn dus verschillende soorten stenen en specie uitgeprobeerd. En je ziet ook, de ene zijn ruwer, de andere zijn gladder. En we hebben daar plantjes van tevoren ingezet. 2 soorten, muurleeuwenbek en het kruipklokje. En we hebben daar allerlei ook zaadjes op gezet. En ja, eigenlijk gewoon gevolgd van, ja, hoe ontwikkelen die plantjes zich en hoe houden ze zich. En we hebben niet dit jaar, maar vorig jaar bijvoorbeeld een hele warme zomer gehad. Hè. Dus het was interessant om te kijken van, nou, in die droge periode, hoe houden ze zich. Nou, daar hebben we heel veel informatie uit kunnen halen. Ja, dat is leuk. Er is ook een boomkweker bij het hele project betrokken. En die heeft speciaal ook voor dit project heeft die bomen gekweekt die krom groeien. Zodat die ook in de kade geplaatst kunnen worden op het moment dat het hier wordt aangelegd al. Je moet je voorstellen, als die markt wordt doorgetrokken door het centrum, dan moeten vissen ook kunnen migreren. Maar ja, die gaan alleen maar door dat stukje heen zwemmen als ze ook onderweg plekken hebben waar ze echt even kunnen schuilen of desnoods zelfs eitjes kunnen afzetten. Nou, en daar gaan we verschillende constructies ook onder water voor uitproberen wat het meest gunstig werkt. We staan met z'n allen voor een enorme opgave, hè, om de steden leefbaar te houden vanwege klimaatverandering.
Nou ja, het groen heeft daar zo'n belangrijke rol in. En met dit soort projecten gaan we dat dus ook in de praktijk toepassen. Dus de voorbeelden van dit soort projecten, ja, die kunnen overal uitgedragen worden. En de rol ook van groene mensen, zou ik maar zeggen, in dat hele proces wordt steeds belangrijker. Want het worden een soort bewakers van ja, of het niet allemaal wel goed gaat. En of de natuur echt wel voldoende aan bod komt. We staan voor grote uitdagingen. De biodiversiteit in de stad en daarbuiten is belangrijker dan ooit. De groene professional van de toekomst denkt en werkt innovatief. Welke toekomstbestendige groene oplossingen zijn te bedenken en uit te voeren? Natuur is ontzettend belangrijk voor ons, want eigenlijk in feite komen we er vandaan. Als mens zijn we ook niet anders dan een van de vele diersoorten. Alles wat we nodig hebben halen we eigenlijk uit de natuur, maar dat zijn we een beetje vergeten. Dus we zijn wat meer afgescheiden van de natuur gaan leven. En je ziet eigenlijk overal waar die verbinding weer wat meer tot stand komt, dat we daar profijt van hebben. Voor onze gezondheid, voor ons welzijn. Dus als er meer groen in de stad is, mensen gaan zich ook prettiger voelen. Maar het zorgt ook voor zuivere lucht bijvoorbeeld. Van alle kanten is het ongelooflijk belangrijk om te zorgen dat natuur en dan met name de biodiversiteit, dus de verscheidenheid in de natuur, alle verschillende soorten die er zijn, dat we dat goed in stand houden. Het leuke met dit project is dat je ontdekt dat je eigenlijk met hele kleine ingrepen al heel veel kan bereiken. Denk bijvoorbeeld aan insecten in de stad. Maar insecten hebben ook plekken nodig om te broeden. Nou, en dat is natuurlijk ontzettend makkelijk om te creëren en daarmee win je al enorm veel. Dus we hebben best wel geleerd van dat het gewoon is ook een beetje het omdenken vanuit de invalshoek van die planten en diersoorten. Maar dat dat helemaal niet bedreigend hoeft te zijn of conflicterend hoeft te zijn met wat je verder wil in het project. Heel vaak zie je dat de natuur heel snel reageert op dit soort vernieuwingen. En ik ben ontzettend nieuwsgierig van hoe dat zich verder ontwikkelt. Water terug in de stad. Dat heeft impact. Je kunt niet om het waterschap heen. Gebiedsadviseur Karin Mol praat erover met Laura. Wat betekent zo'n project voor het water in Breda? Dan moet je echt even teruggaan naar het basisproject van de Nieuwe Markt. Want de Green Keys zijn de groene kademuren eromheen. Ja. Maar de Nieuwe Markt is eigenlijk gewoon een nieuwe rivier door Breda. En dat is best een uitdaging vanuit water gezien. En ik hoop dit goed vindt als ik het even teken. Maar ja. Kijk, want dit zijn de singles van Breda eigenlijk. En vanuit het zuiden komen daar twee rivieren in. En dat zijn de Aveyras en de Markt. Die komen vanuit België. En hier beneden gaat die verder. En hier zit dan de haven. En deze komen best wel van een hoog gebied af naar beneden stromen. Ja. Hier is het allemaal een stuk vlakker en hier verder ook. Dus het stremt ook als het ware. Dus er moet best veel water doorheen. En nu komt er eigenlijk een derde route, de Nieuwe Markt, wordt aangelegd. En dat water heeft straks drie wegen om in te kunnen. En dit is de kortste. En het meeste dus al water. Al dat water wil in principe. Precies die, ja, precies. En zeker met hoge afvoeren. Ja, dit is het centrum van Breda, echt hartje Breda. Niet gewend daar water te hebben. Dus dat moeten wij kunnen sturen. Wij moeten daar grip op kunnen hebben dat bij hele extreme afvoeren we kunnen zeggen, nou niet meer, nou moet het weer via de singles. Dus we noemen dat een kunstwerk. Dat is geen schilderij of zo, maar dat is een stuuroversluis. Ja, voor ons is het wel een kunstwerk. En daar hebben we ook nog niet helemaal uitgedacht voor dit project. Daar zijn we nog mee bezig, dat wordt de laatste fase. Dus daar zit er gewoon een belang van ons. Ten eerste voor de veiligheid, maar ten tweede ook een kans om meer grip te kunnen hebben over wat we met dat water doen, wat hier op Breda afkomt. Ja. Nog even naar het kunstwerk. Ja. Want het intrigeert me. Wat is er nou zo mooi aan het kunstwerk? Het moet een constructie worden waarmee we dat, met name dat hoge water, kunnen sturen. Kunnen zeggen van nou, zoveel mag er maar door en minder niet. Maar tegelijkertijd moet die ook bevaarbaar zijn straks. Dus nou, jullie weten nog niet wat het is, het kunstwerk? Het nee, nog... we weten de eisen en waar het aan moet gaan voldoen. Maar het is ook vooral een stukje ontwerpen. En waar je ook best wel de historie van de stad mee wil nemen. Niet alleen het technisch ontwerp vanuit waterschap. Maar echt ook dat het past bij het ontwerp van de stad en van de Nieuwe Markt zelf. En daarnaast zijn we ook wel heel erg bezig met de wijk eromheen te betrekken. En ze bewust te maken van wat we hier met dit project willen bereiken, maar dat we dat ook in hun omgeving gaan doen. Er zitten een paar wijken direct omheen die echt behoorlijk versteend zijn, weinig groen hebben.
En met die mensen gaan we een workshop houden wat zij ook zelf zouden kunnen doen, waar ze stenen weg zouden kunnen halen, waar ze kunnen zorgen voor extra groen, zodat maar dat regenwater zoveel mogelijk de grond intrekt en langzaam naar die markt trekt, wat ook weer ten goede komt aan de plantjes die daar allemaal in die muren zitten, ja, want die hebben dat grondwater wat tegen de muur aankomt nodig. Dus het is meer dan alleen de nieuwe markt en de locatie van de nieuwe markt zelf. Ja, het wordt mij wel duidelijk. Het is een heel integraal project. Ja. Ik snap dat een gemeente en de landschapsarchitect niet om het waterschap heen kan. Want nee. Het gaat over water. Maar wat brengt dit project jullie? Ik denk een stukje kennis. Hè? Ook een heel belangrijk onderdeel vind ik toch ook nog wel de samenwerking die je hebt met de andere partijen en hun kennis die ze inbrengen. Er zit heel veel kennis over het groen en klimaatadaptatie als grote geheel, de hittestress en de rol die water daarin kan vervullen. Je kunt en je wil niet op je eilandje blijven zitten. Nee, absoluut om maar even niet. In de watertermen te blijven. Nee, ja, je moet nee dat zou zonde zijn. Maar dat geldt eigenlijk voor iedereen, denk ik, tegenwoordig. Ja. Niemand kan meer als specialist puur zijn eigen dingetje gaan doen. Dat kan gewoon niet. Dat kan niet meer. Nee, dankjewel. We hebben hier te maken met een enorm project. Met veel deelprojecten, belangen, veel verschillende partijen. Veel gedoe ook waarschijnlijk. Waarom zou je hier überhaupt aan beginnen? Als ik het in één woord moet samenvatten, dan is het denk ik het woord experiment wat bij me opkomt. Omdat met zoveel partners iets bedenken wat uniek is, ja, dan is het wel heel mooi om te zien dat zo'n experiment lijkt te lukken. Dat we inzichten verkrijgen en dat we uiteindelijk straks hier iets unieks maken. Dit is Roel Kleijen van de gemeente Breda. Als projectleider ruimtelijke ontwikkeling aan hem de taak alles en iedereen samen te laten komen en de stad letterlijk groener te maken. Wij zijn een stad die omzoomd is met allerlei mooie, interessante groene gebieden. En dat willen we eigenlijk de stad intrekken. Het is belangrijk, denk ik, om zo'n visie te hebben. Om elk project altijd weer in het achterhoofd te houden. Dit soort kwalitatieve dingen zijn ook belangrijk. Dus als het straks spannend wordt met geld, hè, met haalbaarheid. Niet die kwalitatieve groen elementen eruit slopen om het haalbaar te maken. Maar vasthouden aan je natuurambities. Nou, we in Breda hebben bijvoorbeeld een groen kompas dat zegt elk plan moet 30% groen hebben. Ja, dat is openbaar groen, maar ook gemeenschappelijke groene tuinen, zeg maar. Nou ja, door dat constant hoog te houden, krijg je uiteindelijk die kwaliteit en kan je dus werken naar die visie. En daarom is het ook zo leuk dat de GGD in ons project, in het Green Keys project, meedoet. Die zijn nu aan het monitoren hoe gebruiken mensen de openbare ruimte, hoe gezond zijn ze. En gaan wij met dit soort projecten iets veranderen in hun leefwijze? Maken ze misschien meer gebruik van openbare ruimte? Of op een andere manier gebruik? En doet dat iets met de gezondheid? Bewegen mensen meer? Nou, zeker in echte stadswijken waar weinig groen is, weinig openbare ruimte, waar jeugd is opgegroeid in een versteende omgeving, nou, is het wel leuk om te zien of dat in de toekomst anders wordt. Als we straks de rivier hebben aangelegd met die vergroende kades, dan is natuurlijk de vraag hoe ga je het onderhouden. En dat is anders dan hoe we het nu doen. In het verleden werden die kades schoongespoten. Er mocht geen groen op komen. En nu willen we dat juist stimuleren. Dat betekent ook dat we de medewerkers van onze beheerafdeling daar echt in hebben moeten meenemen. En hebben moeten overtuigen om op die manier te willen beheren. Ons doel is uiteindelijk ook, en daarom doen we ook mee aan een Europees project, om dit experiment en de resultaten daarvan te verspreiden. Dus ook andere gelegenheid te geven om toegang te krijgen tot de kennis die we hebben opgebouwd en de techniek. Die we hebben ontwikkeld. Andere steden staan voor dezelfde uitdagingen om steden te vergroenen, rivieren terug te brengen, verblijfsplekken te creëren. Dus ik denk uiteindelijk dat het welkome informatie is. De kritiek op de huidige rivieren, want wat we hier zien is een kunstmatige waterbak, is dat die behoorlijk stenig is. We hebben er wel wat geprobeerd wat groen in te leggen, maar het is een stenige omgeving. En onze uitdaging was eigenlijk, en dat kregen we ook terug uit de stad, probeer het wat meer natuur te maken. Probeer ook na te denken over het klimaat. Hè. We weten immers dat het warmer wordt in steden. Dus ja, als je met een ontwerp ook nog klimaatadaptief kan zijn, is dat een groot voordeel. En zoveel horizontale ruimte hebben we niet. Dus we hebben ook gekeken naar de verticale kades, hoe je die kan vergroenen. Ja, daar is deze proefopstelling eigenlijk stap 2 in. Hè. We zijn begonnen met laboratoriumtests. TU Delft heeft op haar universiteit allerlei tests gedaan.
De Wageningen Universiteit heeft ons ontwerp in een klimaatmodel gestopt. En we zien nu fase 2 dat het werkt. Ja, en dit gaan we dus verwerken in een definitief ontwerp wat we in 2022 gaan uitvoeren. En dan krijg je dus hier een rivier met dit soort kaders. Wij maken zelf als gemeente niet dagelijks kaders. Dat doen we eigenlijk bijna nooit. Dus dat is al een bijzonder project. En dan ook nog op deze manier met deze partners. En ik ben ervan overtuigd dat zonder deze partners we ook nooit tot dit resultaat hadden gekomen. Want dan mis je gewoon kennis. Want ja, dit is wel denk ik de toekomst hoe we met stedelijke ontwikkeling willen omgaan. En ik zie het in stedelijke rivieren, maar ook gewoon in de woningbouwprojecten. Er wordt veel meer nagedacht over een natuurlijke leefomgeving dan we dat in het verleden deden. Deze aflevering laat zien hoe een visie vertaald wordt in samenwerking. En wat er in de toekomst allemaal nodig is voor het realiseren, onderhouden en doorontwikkelen van groene oplossingen. De toekomst is dus al lang begonnen en steeds meer mensen kiezen gelukkig voor een groen beroep. Een groot proces met veel deelprojecten en veel pionieren en veel innovatie onderweg. Maar wat vraagt dat nou eigenlijk van onze vakmensen en professionals? Wat moeten die leren? Wat moeten die kunnen? En hoe leren ze dat? Tijd om daarover door te praten. Bob Schalken werkt aan een nieuw curriculum voor groen onderwijs. Als onderwijsmanager bij Curio werkt hij aan de groene opleidingen van morgen. Fijn dat je bent, Bob. Op welke manier maakt Curio deel uit van dit project? Nou, we hebben een nieuw onderwijsconcept waarin we juist de levensechte projecten aanpakken en daar ook met studenten aan participeren. En dit is een van de projecten waar we deel van uitmaken. Dus de gemeente die neemt ons mee in de vorderingen. En waar het kan springen we ook bij en zijn we daadwerkelijk ook bezig. Als je op zo'n project werkt, je legt het aan of straks moet het onderhouden worden. Wat moet je dan kunnen, weten, kennen? Nou, het mooie van dit soort projecten is, en dat is ook waar ik naar zoek, zijn innovaties. En de vraag die jij net stelt, die weten we nog niet. En dat is mooi om met elkaar te onderzoeken. Maar wat we wel weten is dat eigenlijk niets te gek is. Hè? En dat je vooral moet uitproberen. En als iets niet lukt, dan is dat een weg die we hebben bewandeld. En dat geleerd hebben dat die weg niet de juiste is geweest. Ja, het leren leren. Juist. Het leren pionieren. Ja, samen met de bedrijven vooral. Het is niet dat de studenten iets doen wat ze al een keer gedaan hebben. Maar dat je echt samen met de omgeving, bedrijven, studenten, leveranciers aan het ontdekken bent. Ja, en wat vraagt dat dan van studenten? Wat moeten ze dan anders doen? Nou ja, vooral onderzoeken en je eigen leervragen durven te stellen. Dus samen, en ook niet bang zijn om fouten te maken. Dus je bent echt samen aan het nadenken en aan het pionieren om te kijken van wat er allemaal mogelijk is. En daar horen fouten bij, daar horen experimenten bij. Maar dat vooral samen ontdekken. En dat maakt deze onderwijsvorm ook zo mooi. Is dat studenten samen met de omgeving daadwerkelijk echt iets aan het oppakken zijn. Wat er ook te doet, ook naar de toekomst. We proberen groen meer te positioneren en meer onder de aandacht te brengen van een breed publiek. Want groen is natuurlijk het mooiste wat er is. En we willen dat ook zo uitdragen. Hè? Ja. Het imago van groen moet beter. En het kan beter als mensen weten wat er allemaal te doen is en kan binnen de groene opleidingen. Merk je dat jongeren graag een bijdrage willen leveren aan die klimaatvraagstukken? Nou, dat merken we enorm. Uit onderzoek is ook gebleken dat heel veel studenten eigenlijk, of potentiële studenten, geïnteresseerd zijn in het klimaat, in hun leefomgeving, in de natuur. Die maken zich ook vooral zorgen over. Alleen als je kijkt hoeveel mensen voor een groene opleiding kiezen, is dat nog beperkt. Ja, terwijl er zoveel kansen liggen om vanuit dat groen een bijdrage te leveren. Ja, en wat wij proberen met deze nieuwe opleiding is deze blik van iedereen te verruimen. We laten ze niet gelijk in een hokje kiezen. Bijvoorbeeld je wordt hovenier of plantenteler of iets anders, zeg maar. Maar we bieden een brede groene opleiding aan. We hebben liever dat alle studenten behouden worden voor het groen. En dan dat ze later ontdekking komen dat ze liever in een kleinere hovenier werken. Of juist bij een gemeente of bij een waterschap of bij een onderzoeksbureau. Of bij andere aanverwante groene bedrijven, zeg maar. Want anders jaag je mensen weg. Want we hebben alle mensen nodig. Hè? Mensen die een tuin kunnen aanleggen. Maar ook adviseurs, zowel man als vrouw. Jong en oud, maakt niet uit. Want de groene sector die biedt voor iedereen wel wat. Green Keys is een project waar we dat stelt als voorbeeld hoe we graag willen werken. En mijn trots zit erin dat je daadwerkelijk studenten op een belangrijke positie meeneemt in de ontwikkeling van innovaties als bijvoorbeeld de Green Keys. Ja. Dat je studenten vanuit de mbo-opleiding echt op waarde schat. Dat je ze laat participeren en dat je daar samen ook mee bezig bent. Hè? Dat die studenten zichzelf daar op die manier heel goed kunnen ontplooien. Zijn echt onderdeel van de innovatie dan? Ja, ze zijn onderdeel van de innovatie. En het mooie van dit is dat ze het ook
trots zelf op zijn. Ze nemen het mee naar thuis, ze nemen het mee naar de omgeving. Hè. Van, ja, ik ben met een heel mooi onderzoek bezig in het hartje van Breda, met alle mooie facetten van dien. Ja. Het is niet een schoffel en een oranje hesje. Nee, het is gewoon hartstikke innovatieve nieuwe ontwikkelingen die je aan het aanpakken bent. Hoe verandert dat dan het onderwijs? Nou, je moet vooral nadenken als je studenten gewoon altijd op je gebouw houdt en je houdt ze binnen in de les, zeg maar. Ja, dan leren ze wel. Maar de vraag is of dat ze nieuwe dingen echt ontdekken. He, dus iedereen leert op hun eigen manier. Dus wat wij graag willen is dat onze studenten met de regio vooral samen aan het werken zijn. Dat ze naar buiten treden, dat ze projecten oppakken. En dat ze iets maken wat er ook toe doet. En ook naar de toekomst toe doet. Want ja, hoe mooier is het, vond ik zelf vroeger ook altijd, als je iets gemaakt hebt, dat het er gewoon nog jarenlang ligt en dat het ontwikkelt. En dat je het over een hele mooie tuin, als je die 10 jaar later ziet en die is goed doorontwikkeld. Nou, daar kun je echt van genieten, tenminste ik wel. En ik hoop dat die studenten in welke vorm dan ook, die passie dan ook ontdekken. En laten zien wat ze misschien vroeger hebben ontwikkeld. En over 10 jaar daar nog eens terugkomen. En dat ze aan hun kinderen of studenten vertellen, afhankelijk waar ze zijn terechtgekomen in de sector. Ja, dat is allemaal goed. Als ze maar voor het groen behouden blijven. Mooi. Dankjewel. Hey, recapitulee of slotsom. Dit project maakt impact en verspreidt met de tijd, zoals de kringen in het water golven maken na het vallen van een rotsblok. Tof, toch? Zeker. Want dit ging over een kunstwerk van groen en van blauw. Over welzijn, ecologie en onderzoek, nee. Dit ging nog meer over jou. Opdat ook jij die gewaagde wateren durft te bevaren. Want de beste schippers staan niet aan wal. Ze maken groene kades. Van een park in de stad naar de stad in het park. Bedankt voor het kijken naar Praat Groen met me. That's it? No way. Heb je inmiddels niet in de gaten dat er nog zoveel is om groen over te praten? Dus die groene zaken geven we met liefde nog wat extra spraakwater. Om ze te laten groeien. Boeien? Zeker weten. Dus zeg tegen techfans, wereldverbeteraars en handen uit de mouwen steken, simpelweg echt het volgende oprechte. Praat groen met me.